Hallo allemaal, super leuk als jullie kijken naar een nieuw video van Dominica! We zijn weer wakker geworden vandaag, lekker in de villa. En ik werd zojuist gebeld door Sarah, die was even lekker broodjes aan het halen. En die zei: jongens, jullie moeten allemaal gaan kijken naar de poort, want ik heb iets leuks meegenomen. Dus jongens, we gaan allemaal even kijken. Oh wacht, daar zie ik in de verte al iets. Ze hebben iets leuks meegenomen. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. Spannend! Oh, ze rennen allemaal naar buiten op de sokken. Eens even kijken, wat hebben ze, wat hebben ze? Met skeltertjes. En brood! Zo, goedemorgen! Dat is leuk. De boodschappen. Oh, het is ook echt gevonden. Met broodschappen, pakken we broodschappen eruit. Oh. Kijk uit. Wat? Ja, laten we dit even eraf halen, inderdaad. Ja, oh, serieus, mannen en een skelt. Oh. We hebben gewoon een botsbaan hier, dit is niet. Oh. En wie zit erop? De grote jongens. Nou, even snel brood redden voordat ze die over haar rijden. Abias! Grapje. Echt ieder. Wie was allemaal van de stoel gevallen? Jij was gevallen en Pip was gevallen. Ja. Dus daarom dacht ik van, ik laat je even schrikken. Ik denk, er valt weer een kind. Nee. Maar eerst even tijd voor een heerlijk ontbijt. Wie wil het eitje? Ik wil. Hier, wie wil? We gaan ei vangen. Wie wil? Ramon. Oh! Ja, dat is één. Hier, eitje! Nee! Gelukkig zijn ze hard gekookt, dat scheelt. Kijk, precies ook tussen benen. Ze kunnen het tegen de stootje. Hé! Nee, wat is dit? Nee! Nee, eigenvecht! Wie wil 10 euro? Oké. Pak deze ei, en jij ook. Hier, je moet met deze kant, proberen op je kop kapot te slaan. Als je dat krijgt 10 euro. 10, 9, ja. Dat ook, 8, harder, 7, 6, 5. Hij rijdt hier zijn kant. Hij rijdt hier zijn kant, oplichten. 10 euro. Waarschijnlijk heeft hij vals gespeeld, maar hij heeft wel kapot gekregen. Ik zei via de voorkant, dus alsjeblieft 10 euro. Kijk jullie allemaal gelijk. Nu iedereen. Wie met het bord op zijn kop kapot krijgt 20. Nee, grapje. We hebben heerlijk gegeten, alles weer helemaal opgeruimd. Maar we hebben nog een toetje op tafel staan. Kijk eens eventjes. Oh. Kijk, dit is de ultieme chillplek voor Mias. En ja, we hebben ook gewoon een soort attractie. Want ja, de vorige video zag ik dat hij er niet uit wou. Nee. Oh yeah. Moet je opletten. Kijk. Oh nee! Hier, echt waar, hij heeft deze dagen heel erg op zijn plekje. Hij kiest zijn plekjes wel uit. Oké, jongens, we zijn weer aangekomen in het attractiepark. En ik heb een heel leuk challenge bedacht, Tessera. Maar voor de challenge moeten we eerst naar de plek toe waar de challenge zich gaat bevinden. Zoals de meesten van jullie weten, Esra die gilt altijd in elke attractie. Al gaat hij al slow, maar maakt niet uit wat de attractie is, ze gilt altijd. Dus Esra, we zijn hier aangekomen bij een hoge glijbaan. Ja. Als jij daar vanaf gaat en zon en niet gaat gillen, krijg je 100 euro van mij. Deal or no deal? Wordt moeilijk, denk ik. Ja of nee? Is goed, ik ga het proberen. Oké, is goed, kom. Oké, check dit jongens, serieus. Esra, als je hiervan niet gaat gillen, als jij niet gaat gillen... Maar het ding is wel, allemaal kleine kinderen en nog geen enkele kind heeft gegild. Dus als ik ga gillen, maar ja, we zijn het al gewend, hè? Overal gillen. Nee, je praat veel doorlopen, kom. Esra, you can do it. Arnard. Het begint nog niet, hè? Oké, doei, ga maar. Check haar daar zo ook kijken. Ze heeft ook een klein beetje hoogtevrees, zegt ze. Ik hoop echt zo hard dat ze gaat gillen, hè? Oh. Oké, ik hoorde Esra al roepen, we zijn al niet binnen. Ik hoop dat ze ook tijdens het glijden gaat schreeuwen. Maar we gaan het zien, jongens. Wat gaat ze doen? En? Gelijk gefaald, gelijk. Esra, jij hebt zo hard gefaald, ik zweer. Jij bent... Ik durfde naar boven. Jij was nog niet eens naar beneden, dat glijden schreeuwde al. Wauw. Krijg ik nog een kans? Jij krijgt zo meteen nog één kans, ik weet waar. Als dat jou lukt,
Nou, we gaan er eerst heen, kom maar. Oké, Ramon en Ser gaan nu ook eventjes even kijken wie van hun het vers komt, want gillen zal waarschijnlijk niet gebeuren. Allebei tot het einde. Oké, Essa, stop. Ik heb je hierheen gebracht, hè. Kijk eens, wat zie jij voor je? Als jij hierin gaat zonder te schreeuwen, ja? Krijg 500 euro van me. 500 euro, als jij niet schreeuwt hierin. Oké, ik ga het wel proberen, maar het gaat me lukken. Ja, gaat het gaat lukken? Ja, het gaat lukken. Ilai, denk je dat mama gaat schreeuwen? Dit vind ik dus echt eng, hè? Dit stuk, dat hij zo recht naar boven gaat. Oh, Oké, bij deze. Als jij bij deze niet schreeuwt, ja, ga ik hem over naar 1000 euro. Ik meen het. Ja, dan moet ik echt, Ik meen het. Kijk dit. Oh my god. Dit vind ik niet eng. Is goed, ik ga eruit. Weet je, ga naar boven, we gaan kijken. Gaat mama gillen, ja of nee? Ja. Gaat mama gillen, ja of nee, Ilai? Nee? Mimi, gaat mama gillen, ja of nee? Ja. Oké, jongens, we zijn bijna aan de beurt en ik ben zo zenuwachtig. Ik heb zweethandjes. Kijk, hier naast mij gaat hij dus al. Ik trek het echt niet meer. Dat is oprecht echt heel moeilijk voor mij, maar ik ga echt mijn best doen. Ik ook. En jij gaf mij net... Oh, dit wordt trouwens de eerste keer. Hij gaf mij net een tip op jij, hè? Om zo te doen. Ja. Dat zou misschien nog wel werken, dat je me dan niet hoort. En ik vind het ook wel erg. Het is ook wel echt... Mijn hart gaat echt zo... Oh, ik vind het zo spannend. Bij mij klopt het hart helemaal niet. Oh. Oké, jongens. Het moment is aangebroken. Dit is het uitzicht. Sarah die staat hier te wachten. Mijn hart. 1000 euro, Esra. 1000 euro. Je kan dit. Niet gillen, hè? 1000 euro. Ik ga het de hele tijd zeggen. 1000 euro. Sam, doe de handen dan op. Ben je erbij? Oh, mijn handen beginnen gewoon te tintelen. Kijk, wat ik dus het ergst vind, ik ga het jullie laten zien. Schreeuw alsjeblieft. Nee, 1000 euro. 1000 euro. Kijk dit. Oh, en ik zit er echt aan de buitenkant, niet eens in het midden. Daar gaan we. 1000 euro. Oh. Holy moly. 1000 euro is een hulp. Oké. Holy moly! Oh nee, dat is nog niet gillen. Dit is gewoon een beetje excitement. We zijn er bijna. 1000 euro. Oh nee. Oh nee. Ja, ze gaan niet gillen, hè. Tel 2 seconden stil ook. Misschien voor 200 euro. Nee, het is niet gelukt. Dat gaat met 1000 euro. Sam, hoe is het met je geworden met de gegil van Esra? Jess, hoe vond jij het? Hoe vond je het, Jess? Oh, hij is helemaal stil. Oh, leuk. Iemand die het tenminste nog leuk vindt. Esra, was jij het of was hij het? Wie was het? Hij was bang. Nee. Wie was het? Jij? Jesse. Gilde jij? Ik wil dit GoPro beeld terugzien. Heb je 1000 euro verdiend, ja of nee? Ik had 2 seconden stil. Oh, ik was het eerste stukje wel stil. Maar je was dus niet stil? Ik probeer het, ik zat bij stil. Nee, ze was die losgebarsten. Hey jongeman, een vraag aan jou. Wat vond je van de gil van Esra? Wat zijn cijfers? Ze krijgen dikke? 10. Dikke 10. Oké, jongens en meiden. Ja. Esra heeft niks gewonnen, dus ik heb budget over. Als jullie allemaal niet gillen, krijgen jullie allemaal 10 van me. Ja? Ja! Oh. Ik haal een nultje eraf, vaders, want ze zijn net kleiner. Oh, wat zeg je? Serum. Ja. En als ik niet gil, wat krijg ik dan? €100. 200, omdat ik het ben. Ik zou erom nadenken wat je krijgt, ja? Oké, moment van de waarheid. Ik ben echt benieuwd als we hun mond dicht houden. Ik moet ook even iets verzinnen dat ze gaan gillen. Maar goed, we gaan. Gillen, jongens! Hé? Ik ga niet gillen. Ik hou je in de gaten. Oh. Ah, die heeft ze gehad. Jongens, in 3, 2, 1, gillen.
als jullie gillen, krijgen jullie iets van mij. In 3, 2, 1. Hey, wat zei jij? Waar zit dat in? Wat zeg jij? Wat zeg jij? Ik zei ook, ik heb een budget overgehouden. Iedereen krijgt 10 euro die niet gilt. Hij heeft niet gegild. Hij niet. Zij ook niet. Jij ging gillen. Ja, ik wel, maar ik vond het gewoon zonde om nog meer geld van jou afhandelen. Ik wou net zeggen, jij krijgt de rest van die 1000 euro, zeg maar, dat wat er nodig is. Maar dat niet, dus de rest gaat naar mijn vrouw toe. Jongens, 10 euro, allemaal handjes zo. Net als een kommetje. Kijk dan, hè. Pimpo. Nee, niet twee handen gierige Turk. Kijk zo, laat zien. Ja, zo meteen. Nee, niet twee handen, één hand. Kijk, doe ik zo. Zo meteen mogen we het allemaal gaan delen thuis, ja? In 5 stukjes scheuren. Oh. Nee. Wat gaan we doen? Die zien we niet meer. Ik ga zo meteen even wisselen. Oh. Ik ga zo meteen wisselen. Ja, moet wel, want dat gaat niet goed dan. Dus inderdaad, die maken elkaar helemaal op. We gaan het pretpark weer verlaten. Het scheelt voor jou, je bent maar 50 euro. Heerlijk. Ik had dat geld wel willen verdienen eigenlijk, maar goed. Helaas niet gelukt. Ja, nee, het gaat niet. Attractiepark is gesloten. Dus wij gaan de video bij deze afsluiten. Hopelijk vond je het een leuke video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En druk dat duimpje even omhoog als je het toch alsnog stoer voor mij vond. Doei!